Afgelopen week ontving bandyspeler Jordan Braam uit Weurt een lintje in de orde van Oranje-Nassau voor zijn actieve bijdrage aan de sport. Bandy is een sport die het in de Scandinavische landen erg goed doet, maar in Nederland momenteel nog erg onderbelicht is. Braam, die wereldkampioen in bandy is, legt uit hoe zijn geliefde sport werkt. Bandy is veldhockey op ijs, dus je speelt op een voetbalveld. Het veld is de maat van een voetbalveld en dat is uiteraard van ijs. En je speelt het op schaatsen met een stick die kleiner is als een ijshockeystick, maar iets groter is als een veldhockeystick. En met een bal. En grote goals, iets groter dan een hockeygoal, kleiner als een voetbalgoal. En de keeper heeft geen stick, die heeft alleen handschoenen. We hebben de buitenspelvorm die hetzelfde is als bij voetbal. Dat is een groot verschil. We hebben tijdstraffen van 10 minuten in plaats van 2 minuten zoals bij ijshockey. Of geen tijdstraffen zoals bij het professionele voetbal. De wedstrijden duren ook 2 keer 3 kwartier. Dus dat is dan wel weer overeind met het voetbal. Jordan Braam is begonnen met bandy op zijn 13e. Maar de liefde voor de ijsbaan zat er op nog jongere leeftijd al in. Hij woonde als kind naast de ijsbaan die destijds nog op Heijendaal zat in Nijmegen. Daar was hij vanaf zijn 6e levensjaar dag en nacht te vinden en leerde hij de sport kennen. Het is heel snel, heel technisch. En we hebben ook andere schaatsen waardoor de sport sneller is als bij ijshockey. En het is de beleving ook naar het buitenland en het grote ijs en het schaatsen. Als je een schaatsliefhebber bent en je wilt toch een teamsport doen, dan is bandy een hele mooie keus. Veel Scandinavische landen, Hongarije geweest om toernooien te spelen, Kazachstan, maar ook Rusland, alleen dat zal er wel niet meer in zitten. Het is onderbelicht, maar dat zijn heel veel sporten helaas, niet alleen het bandy. De sport is vrij klein in Nederland, waardoor er weinig aandacht is voor de media. Er zijn wel dingen op tv geweest in het verleden toen wij wereldkampioen in de B-pool zijn geworden in Harbin, China. Toen zijn we wel bij SBS geweest, maar dan houdt het wel een beetje op, helaas. Nou, ik denk dat mijn actieve carrière niet meer zo heel lang gaat duren. En aangezien dat ik ook assistent bondscoach ben van de heren en van het damesteam. Wie weet, misschien word ik ooit wel bondscoach en wie weet wat dat gaat brengen.